Dag mijn lieve vriendjes en vriendinnetjes. Mijn naam is Amber. Aangenaam. Ik ben hier weer met een nieuwe video. Ik ben in de afgelopen jaren 15 kilo afgevallen. En dat heb ik voornamelijk gedaan door bepaalde voedingsmiddelen om te wisselen in de supermarkt. Dus ik ben niet echt dingen gaan schrappen. Maar ik ben wel gaan kijken welke dingen passen beter bij mijn doelen die ik op het moment heb. En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik zoveel mogelijk kan blijven eten. Want we love food. En aangezien jullie aangeven dat jullie het fijn vinden als ik deze tips met jullie deel, doe ik dat. Dus... you're welcome. Dit is een vervolg op mijn gezonde geheimen serie. Deze staat op YouTube en die kun je dus vinden. Ik zal wel even de lijst linken. Maar het was er een tijdje geleden en er zijn weer wat nieuwe producten ook op de markt gekomen. Dus ik dacht, laat ik even gewoon mijn favorieten laten zien. Wat nieuwe dingen erbij. En ik had lange intro's, dus laten we gewoon snel beginnen. Nou, ik heb hier een hele grote boodschappentas vol. En ik zal maar gewoon lekker het random aan jullie laten zien. Dus het is niet zo dat nummer 1 het beste is. Maar ik laat het gewoon aan jullie zien. En het zijn er 10, denk ik. Ik weet niet zeker. Ik heb niet heel goed geteld. Volgens mij waren het er 10. En als allereerste deze. Dit is iets, dit komt echt al meerdere keren terug in dit soort video's. Maar dit zijn gepofte granen. Ik vind het als je ze los eet soms een beetje saai worden. Maar ik vind het vooral heel chill om gewoon een bak met kwark te pakken. En daar dan 10 gram of zo hiervan te doen. Dus dan heb je echt best wel een bult, want dit weegt echt helemaal niks. En dan nog wat muesli erbij. Maar dan pak je dus wat minder van je normale muesli. En dan heb je dus minder calorieën in verhouding. Of in ieder geval meer volume. Want dit is eigenlijk gewoon alsof dat je zo'n vlokje dan zou poffen. Dus dan... heb je gewoon een stuk meer. Maar dat blijft dus echt een aanrader. En ik heb wel eens de Spelt en de Durum variant. Ik heb er meerdere en ik vind ze allemaal wel chill. Dus kijk vooral even wat je zelf lekker vindt. Qua voedingswaarde zijn ze ook hetzelfde. Ook iets wat ik echt iedere keer opnieuw blijf kopen. Ondanks dat ik niet eens vegetarisch ben, maar wel regelmatig vegetarisch eet. Zijn deze vegan rulstukjes. In verhouding tot normaal gehakt is het echt veel minder vet. En het zit echt vol met eiwit en vezels. En vezels zitten niet in normaal vlees. Dus... dat is handig. Dus dit vult ook nog eens meer. Maar het heeft gewoon veel minder calorieën, minder vet. En je kunt dus gewoon je maaltijd heel makkelijk een stuk gezonder maken. Dus pak gewoon het recept wat je normaal gesproken ook zou gebruiken. Maar vervang dan puur het gehakt voor dit. Dus bijvoorbeeld een macaroni, een spaghetti. Alle eenpansgerechten gaat het echt top bij. Dus dat is zeker een tip die ik wil meegeven. Ik heb ook iets nieuws gevonden. Ik heb deze nog niet geproefd. Maar ik offer me wel op om even een live review te geven. Het is Low Hilo. En ik heb nog een smaak gehaald. Ze hadden meerdere smaken. Maar het is best wel prijzig. Dus ik heb niet alle smaken meegenomen. Ik hoorde wel dat het super vaak in de aanbieding is. Dus wacht vooral op aanbiedingen om het te halen. Ja, dit was de laagste die ik zag qua calorieën. 242 calorieën in deze hele verpakking. Dus dan kun je gewoon lekker een super lekkere snack pakken. Zit er ook nog 23 gram eiwit in. Ik teken ervoor. En eerst had ik heel vaak Halo Top en Oppo. En dat soort merken. Alleen ik krijg buikpijn van lactose. En ik wil niet elke keer een lactosepilletje moeten pakken. En deze is dus zonder lactose. Dus dat is een goede tip. Ik ga meteen eventjes proeven. Don't mind me. Live review, ja? Want ik heb dit dus ook nog niet op. Okay, het is echt een beetje zo'n McFlurry doosje. En ik heb hem best wel even uit de vriezer gehad. Oh mijn god, het ziet er echt heel lekker uit. Oh, hij smaakt wel goed hoor, jongens. Ja, zeker goed gekeurd. Ik ga niet heel deze bak opeten. Maar. Ik zet hem even in de vriezer. Anders dan gaat die bak wel op. Want hij is echt heel lekker. Oké, hold on. Oké. We fixed the situation. Oh, ik heb nog een vriezerding. Ik zal het wel ook meteen laten zien, anders dan smelt alles. Diepvries fruit. Ik vind diepvries fruit echt super chill. Het is een stuk goedkoper dan vers fruit. En dan kun je ook in de winter gewoon lekker dit soort bestjes eten. Wat ik heel vaak doe, is een klein beetje in een bakje. En dan even 20 of 30 seconden in een magnetron. En dan gooi je het zo over je kwark heen. En dan heb je meteen een soort van... ja, net zoals dat je een limonade er doorheen zou doen, zeg maar. Dan heb je de smaak van het fruit. Very nice. Dus ik ga het ook even in de vriezer. En die heb ik ook al meteen gemaakt om wat kersttoetjes te gaan uitproberen. Want ik vind het dus ook heel handig om dit soort dingen te gebruiken. Als je bijvoorbeeld zo'n fruitlaag of zo wil doen, dat je moet pureren. Want ja, dat verschil merk je dan toch niet. En dan is dat een stuk goedkoper. En de voedingswaarden zijn gewoon hetzelfde. Dus er wordt er niks aan toegevoegd, zeg maar. Echt top. Dan deze
reepjes. Die goed bezig repen. Ze hebben ondertussen een nieuwe verpakking, zag ik. Maar die heb ik echt al, nou, hoe lang zal het zijn? 2 of 3 of 4 jaar misschien al. Pak ik die heel vaak als tussendoortje. En dan vooral dus de cranberry smaak en de groene. Dat is de waldkorn smaak. Ik weet niet wat die... Ik denk dat die nog steeds wel groen is qua verpakking. Maar die zijn echt super chill om mee te nemen. Dus als je dan naar je werk gaat bijvoorbeeld, heb je gewoon een gezonde snack bij. En hij is super krokant. Dus dat is echt... Very nice. Echt net een koekje. Dus dat is ook zeker een aanrader. En die reepjes zijn maar 100 calorieën. Dus dat is ook echt prima voor een tussendoortje. Wat ik de laatste tijd ook heel erg vaak doe, is rijstwafels eten als lunch. Niet omdat brood slecht is of omdat rijstwafels zo legendarisch geweldig zijn. Maar in verhouding kun je gewoon meer eten als je rijstwafels eet in plaats van brood. Dus ik pak dan bijvoorbeeld 4 rijstwafels. Dan doe ik er 2 met pindakaas en 2 met een beetje hummus en een eitje erop. Een gekookt eitje. Mega lekker. En omdat je dus best wel veel kan eten, raak ik daarom meer vol dan dat ik gewoon een boterham zou pakken. Dus dat is echt wel een hele goede aanrader. Ja, het is ook echt zo'n bekend iets, maar ik heb het gewoon weer herontdekt ofzo. En ik heb nou eigenlijk altijd de extra dikke en dan meer granen. Dus die is wat vezelrijker, dus dat vult dan ook meteen weer een stukje beter. En de beste hummus, de allerbeste hummus die je kunt pakken. Ik krijg heel vaak de vraag welke hummus je nou het beste kan pakken. Kijk achterop altijd even bij de voedingswaarde naar de hoeveelheid kikkererwten die erin zitten. Ik weet niet of je het kunt lezen. Maar deze heeft 70% kikkererwten. En heel vaak is het echt maar 40% of zo als je de goedkopere hummussen pakt. Dus deze staat altijd bij de tapas. Dit is die met gegrilde groenten. En die is extra healthy. Omdat er natuurlijk ook nog groenten in zitten die dan het opvullen. Dus zeker een aanrader. Hij was nou ook in de korting. Dus dat was wel chill, want ik wilde hem al meenemen. Dus winst. Blijven natuurlijk Nederlanders hier. Maar deze vind ik echt super lekker. Dus dit pak ik heel vaak bijvoorbeeld op rijstwafel. Of met een komkommetje. Of whatever tinkles your fancy. Op een wrap vind ik ook lekker. Maar dat is dus mijn favoriete hummus. Qua sausjes ben ik sinds ik ben verhuisd eigenlijk niet meer echt gaan inslaan. Dus alles was op. Dus dacht ik, laat ik even mijn favoriete weer in huis halen. Helaas was de suikervrije chili saus niet in het assortiment bij deze appie. Maar wel mijn zero ketchup. Die heb ik ook echt heel vaak al gepakt. Ik vind die super lekker als je gewoon een burgertje of iets hebt. Zo'n groenteburger of zo. Als je dan toch iets erbij pakt. Maar hier zit dus geen suiker of zout bij. Dus heel vaak is het zeg maar het nadeel aan een rode saus, zoals curry, dat er heel veel suiker in zit. Maar ja, dat heb je hierbij dus niet. Dus het is gewoon basically die tomatensaus, maar dan wel chiller, zeg maar. En ik hou dus helemaal niet van ketchup. Maar ik vind deze wel heel lekker. Zeg maar, de normale ketchup vind ik echt ranzig. Maar ik vind dit echt top. Ik heb al meerdere flessen van op. Wie weet, heb je hetzelfde en vind je het ook wel heel erg chill. En wat ik ook al jaren gebruik is frietslijn. Van alle soorten mayonaise vervangers die er zijn, is dit de allergezondste. En naar mijn mening de allerlekkerste. Het verschil tussen mayonaise en frietsaus is dat mayonaise veel meer vet bevat dan frietsaus. Is een beschermde titel. Dus er is wettelijk vastgelegd hoeveel vet daarin moet zitten. Dus frietsaus is al beter dan mayonaise. Dan heb je nog halfvolle frietsaus. Je hebt YoFresh. Maar YoFresh heeft in verhouding weer meer suiker. Maar dit is dus van alle soorten eigenlijk de beste die je kunt pakken. En ik vind hem echt super lekker, omdat hij dus niet zo mega vettig smaakt. Ik vind hem gewoon echt best wel lekker fris. Ik zou dit ook gewoon zo op een salade bijvoorbeeld pakken. Zeer lekker. En ook bij een broodje carpaccio of zo pak ik dit er gewoon bij. Echt amazing. En ik zie hier nog 1 dingetje. Ik weet niet hoeveel ik er dan had. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nummer 10. Dat ging snel. Gezeefde tomaten. Gezeefde tomaten hebben mijn leven gered. Ik wil niet overdrijven, al doe ik dat erg graag. Maar gezeefde tomaten zijn gewoon echt amazing. Want heel vaak in bijvoorbeeld een spaghetti of een pastasaus of iets in die richting zit er super veel suiker in. Als je zeg maar meer groente gaat toevoegen, want healthy, dan kun je beter gewoon ook even kijken naar iets zoals dit. Dan heb je en een heleboel groente in zo'n verpakking zitten, want het is gewoon puur tomaten. En bijvoorbeeld een tomato frito is eigenlijk dezelfde manier hoe je het zou gebruiken. Alleen hier zit dus niet 1 kilo suiker in. En in tomato frito wel. Dit zijn gewoon letterlijk gezeefde tomaten. Tomaten passata heet het ook wel. Maar ook heel vaak bij pastasausen zit er super veel suiker in. Dus check dat vooral even. Het ligt zeg maar wel aan het merk hoor. Je hebt van die basissausen volgens mij, die zijn ook wel goed. Maar je kunt ook gewoon hier bijvoorbeeld kruiden aan toevoegen. En dan ben je er ook. En dan is dit goedkoper. Dus dat waren mijn tips. Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben gehad. En als je er iets aan hebt gehad, laat dan vooral even weten of dat je meer van dit soort video's wilt zien. Want het was er even geleden, maar
maar I'm ready to make more of these. En ik ben ook wel heel erg benieuwd of je zelf nog een bepaalde supermarkt hack hebt die je heel graag wilt delen. Want wie weet leer ik ook nog wel iets ervan. Dat zou top zijn. Vond je deze video leuk? Vergeet dan vooral niet te abonneren en een duimpje achter te laten. En dan zie ik jullie volgende week. Bye!